Mijn bedrijfje is gewoon hier in mijn slaapkamer. Kom maar mee. Dit is mijn laptop. Hier maak ik mijn designs. Deze snijdt alles. Dit is mijn drukpers. Die wordt echt heel heet, zodat ik het t-shirt kan drukken. Nee, Amber heeft geen groot kantoor of winkel. En dat heeft ze ook niet nodig. Haar bedrijfje Miss Amber is nog klein en haar webshop staat gewoon online. Hoe serieus is je bedrijf? Het is eigenlijk was een beetje een hobby en nu is het eigenlijk een uit hand gelopen hobby. Want ik begon met Facebook en Instagram. En op een gegeven moment werd het echt best wel een beetje te veel t-shirts. Dus toen moest je een eigen website laten maken. Ik vind het heel leuk om met kleding bezig te zijn. En ik vind het wat minder leuk om een krantenwijk te lopen. Dus daarom, ik denk dat ik 100 euro per maand overhaal met belasting en zo eraf. Het geld voor apparaten om t-shirts te bedrukken leende ze van haar ouders. Best veel geld was dat. Ze kostte wel 1500 euro. Dan had ik een schuld, zodat ik het terug moest betalen. Want het is wel heel veel geld om gewoon een vast cadeautje te geven. Dus dat heb ik laatst, eventjes geleden afbetaald. Het zijn allemaal kerst-t-shirts. Ho, ho, ho. Oliebol. Zo kan je niet zijn. Sorry, ik luister niet. En oké, doei. Dat is wel grappig, want ik had ooit een ruzie met mijn beste vriendin. En op een gegeven moment zei ze, oké, doei. En toen dacht ik, het is wel leuk voor een t-shirt, toen heb ik het gelijk gedrukt. Steeds meer kinderen beginnen net als Amber een eigen bedrijfje. In 2018, vorig jaar dus, waren er 68 kinderen van 10 tot 14 jaar met een officieel bedrijf. Nu zijn dat er al 121 en het jaar is nog niet voorbij. Amber staat als baas van haar bedrijfje ingeschreven bij de KVK. Dat is de Kamer van Koophandel. Iedereen die geld verdient als ondernemer moet zich hier verplicht inschrijven. Verbaasd zijn ze hier niet over al die nieuwe bedrijfjes van kinderen. Je ziet ook dat ouders veel meer een eigen bedrijf hebben, veel meer dan vroeger. Ja, en op school krijgen ze natuurlijk veel meer te maken over hun eigen bedrijf. Ze krijgen les daarin. Er zijn natuurlijk ook veel meer kanalen. Ze kunnen op YouTube, ze zien vloggers, ze zien DJ's die het heel goed doen. Nou, voorbeelden, doet volgen. Amber doet bijna alles zelf in haar bedrijf, behalve de dingen die ze minder leuk vindt. Het geld, dat doet eigenlijk mijn moeder, want er moet belasting af en zo. Vind ik nog moeilijk en eigenlijk ook niet zo leuk. En dat zijn ook de spelregels. Ouders moeten helpen. Kinderen mogen van de Kamer van Koophandel niet zelf hun geldzaken regelen. Ben je onder de 18, dan moeten de ouders meetekenen, moet zelf een handtekening verzetten. Maar jij staat ook met jouw naam op het bedrijf. Een eigen bedrijfje hebben kan een drukke boel zijn. Maar volgens Amber heeft ze nog tijd genoeg voor andere dingen. Ik moet tijd voor school hebben, dat is echt prioriteit. Ik moet met mijn vriendinnen kunnen afspreken, vind ik. En alweer 3 t-shirts af die met de post naar de klanten kunnen. Oké, doei!